Maar we beginnen de uitzending met een zware mishandeling in Nijkerk. Job, allereerst welkom. Wat is er daar precies gebeurd? Ja, op zaterdag 23 april was er een feest in het evenementencentrum in Nijkerk met Hollandse muziek. En rond 11:30 die avond is er een man zwaar mishandeld en die heeft daarbij een dubbele kaakbreuk opgelopen. Ja, de aanleiding van die mishandeling, dat is een discussie geweest of er nou wel of niet met bier zou zijn gegooid. En het slachtoffer die heeft erbij op twee plekken zijn kaak gebroken. En dat is ook vastgezet met pinnen en met plaatjes. En hij heeft daardoor ook een tijd zijn werk niet kunnen doen. Dus dat maakt het echt nog extra zuur. Ja, een ontzettend heftig verhaal. Jullie zijn nog op zoek naar de dader. Wat weten jullie van hem? Nou, wat we weten is dat het om een man gaat van ongeveer 25 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur, halflang blond haar. Hij is ongeveer 1,80 meter tot 1,85 meter lang en heeft een normaal postuur. En die avond droeg hij ook een zwart t-shirt met een blauw met een roze opdruk. Nou, hij was die avond in het gezelschap van een aantal mannen, een stuk of vijf. Allemaal tussen de 20 tot 25 jaar oud, met een lichte huidskleur. Mogelijk afkomstig uit Nijkerk of Nijkerkerveen. En een van hen heeft ook naderhand nog aan het slachtoffer gevraagd hoe het met hem ging. Het signalement van deze man, dat is beperkt, maar het gaat om een vrij forse man. En hij droeg die avond een lichte witte trui. En we zijn ook nog op zoek naar getuigen die mogelijk iets van de mishandeling hebben gezien die 23 april in Nijkerk. Of die een idee hebben naar wie wij eigenlijk op zoek zijn. En alle informatie daarbij is welkom, hoe klein dat misschien ook mag lijken. Dat geldt dus ook voor mensen die die avond beelden hebben gemaakt en daarbij mogelijk ook iets van die mishandeling hebben vastgelegd. Als dat zo is, dan horen we graag van ze. Als u informatie heeft over deze zaak of dus misschien beelden heeft, laat het de politie weten. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden kan ook via meldmisdaad anoniem op 0800 7000.